De correctiesleutel van kijker 8, les 14. Les 15 gaat over samenstellingen. De woordenlijst. We nemen oefening 25 in ons werkboek en ons loepje pagina 6. We gaan samenstellingen schrijven. Dit is het loepje. Ik herhaal nog eens. Een samenstelling zijn dus twee woorden die aan elkaar gekleefd zijn. En elk woord heeft een betekenis. Bij oefening 25 moeten we gewoon de woorden aan elkaar kleven. Hier zie je verschillende samenstellingen. De eerste categorie, ik let op voor woorden die eindigen op een klinker. Bijvoorbeeld, zeeman. Zee eindigt met een klinker. De tweede categorie, ik let op voor een eind- en beginletter met dezelfde klank. Bijvoorbeeld, acht, tien. Acht eindigt met een T en tien begint met een T. De derde categorie, ik let op voor woorden op D of T. Bijvoorbeeld handschoen. Hand eindigt met een D. En dan de laatste categorie, ik let op voor samenstellingen met drie woorden. Bijvoorbeeld land, schild, pad. Dat zijn drie woorden aan elkaar. We nemen oefening 26 en ons loepje 6. Dit is een klein dicteetje, dus dit is het loepje. En dit is de oefening in jullie werkboek. Daar zie je 6 lijntjes staan. Ik ga 6 woorden dicteren. Ben je er klaar voor? Zet je goed en luister goed naar de woorden voor je ze opschrijft. Bij 1 komt het woord hoofdstuk. Hoofdstuk. Bij 2 komt het woord reebok. Reebok. Bij 3 stripboek. Stripboek. Bij 4 afvalbak. Afvalbak. Bij 5, 8, 10. 8, 10. En bij 6, broodtrommel. Broodtrommel. Let op, het zijn samenstellingen, dus de woordjes kleef je aan elkaar. Voor wie extra wil oefenen, in jullie bundel van spelling vinden jullie oefening 97. En 98 en 99. Succes!